eerst een prijs als hoofdtrainer. En dat doet hij als hoofdtrainer van PSV. Want PSV wint hier met 3-0 van Heracles. PSV en Philip Cocu zijn de overeenkomst voor 4 jaar als hoofdcoach aangegaan. Met een ambitieuze nieuwe staf. Met Ernst Faber, Christel de Weerde en mezelf. Zitten we eigenlijk te poppen om aan deze klus te gaan beginnen. 6-2 voor Vitesse. Een dramatische tweede helft. De eerste 45 minuten waren hoopvol. Maar in die tweede helft zakt de jonge ploeg van Philip Cocu compleet door het ijs. En is het dood en doodstil in Eindhoven. Hey God, verdomme. Je moet dat jezelf lopen. Niet accepteren, ja, kut. Het balletje niet krijgen, niet. Of geel of wit is even iets beter. En dan kun je ook iets anders doen om een partij te winnen. Bij PSV-trainer Philip Cocu is vanmorgen waarschijnlijk een goedaardige tumor weggehaald. Philip Cocu gaat op 25 juni weer aan de slag als hoofdtrainer van PSV. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Bij Cocu werd enkele maanden geleden een gezwel in zijn rug gevonden. Na een operatie bleek het goedaardig. Zo maakt hem 1-3 en de punten gaan naar Eindhoven. Aan de rechterkant is Arias meegekomen, maar daar gaat het niet naartoe. Maar het wordt wel 4-3 voor PSV. Ja, 4-3 voor PSV. Het is de paai die dat doet. En inderdaad is dat weer dus het verhaal nog niet geschreven. Voorzitter van de zijkant, het is nog een aangewezen recept. De Jong! Simpel, zo doeltreffend. Pereiro, dat is een linker. Pereiro, mooie goal. En PSV leidt. Het laatste fluitsignaal wat Nijhuis heeft geklonken. En PSV verkleint achterstand ten opzichte van Ajax. Moreno, de Jong, nee. Bergwijn nog niet. Papa dan, papa, ja. Hij doet het. PSV doet het. Maar waarom niet afvalt? Ja, daar is de dansje. En daar een puntertje, dat valt er zo weer in. En zo lijkt PSV dan toch in de 38e minuut. Lokalia heeft een grote
Meijer doet het nu ook. Staan jullie achter ons, jullie houden vertrouwen in ons, wij houden vertrouwen in elkaar.